Hoi, ik ga je laten zien hoe je je wenkbrauwen kan bijwerken. En niet iedereen heeft het nodig. Sommige meiden die hebben gewoon al van zichzelf hele mooie wenkbrauwen. Maar bij sommigen zijn ze heel licht. Of is een stukje heel licht. Ik heb dat zelf ook. En dan is het soms nodig om het even een beetje mooi bij te werken. En dat kan met een potlood. Deze is van de H&M. Light brown. En je hebt ook speciale poeders ervoor. Wenkbrauwpoeder. Deze is van de Ethos. En ik ga ze allebei laten zien. Ik vind zelf potlood fijner werken. Maar dat is gewoon je eigen, wat je zelf fijner vindt. Oké, potlood. Bij een potlood zit meestal een borsteltje. En daar moet je even je wenkbrauw mee borstelen eerst. Dus. Zo. Zodat alle haartjes dezelfde kant op staan. Dan kijk je waar het allerlichtst is. Bij mij zat hier ongeveer. Vooral in dit hoekje. En ga je daar in kleine streepjes tekenen. Zo, ik heb dus alleen maar dit gedaan. Dit is bij mij al donker genoeg, vind ik. Als het hier ook heel licht is, kan je natuurlijk ook hier nog bij tekenen. Oké, dan ga ik de andere kant ga ik met de poeder doen. En poeder is vaak nog wat dekkender. Dus dan worden ze nog ietsje donkerder. Zorg ervoor dat je echt een kleur vindt die precies bij jouw wenkbrauwen past. Meestal zit er zo'n soort kwastje bij. Zo niet, dan moet je hem zelf halen. Niet te veel. En dan ga je weer bij het lichtste stukje beginnen. En zo doe je dat met poeder. Zoals je ziet is die poeder toch ietsje donkerder. En ik vind potlood toch wat natuurlijker. En dat is hoe je je wenkbrauwen bijwerkt.